We zijn hier in de Hermitage Amsterdam, een voormalig verzorgingstehuis uit 1685. En tegenwoordig een museum, het Museum Hermitage Amsterdam. Wij waren na 10 jaar operatie toe aan renovatie van de keukens. En het was ook een mooi moment voor ons om van het gas af te gaan. Een grote wens voor ons als Hermitage Amsterdam om gasloos te gaan, van aardgas af. En dat is uiteindelijk gelukt met Beuk. Het is een keukenleverancier waar we al jaren goed contact mee hebben. Zeker onze horecamanager en onze chefkok en heel tevreden over zijn. Dus zij hebben heel erg meegedacht in hoe we dit aan moesten pakken, van het gas los. Wat er allemaal vervangen moest worden, wat voor apparaten er voor terug moesten komen. De aspecten die voor ons belangrijk zijn, zijn dus de HSSB en echt de nieuwe regels. We hebben een mooie naam als Hermitage Amsterdam, daar willen we met de horeca natuurlijk ook aan voldoen. En efficiëntie is belangrijk en we doen gewoon naast onze dagoperatie ook heel veel banqueting, heel veel events. Ja, en daarin hebben we gewoon ook aanpassingen gedaan, zodat we hier ook grote walk-in dinners die, kunnen draaien, maar daarnaast ook een à la carte restaurant en een self-service concept vanuit eenzelfde keuken kunnen bewerken. We met Beuk Horeca hebben gekeken naar de opzet van de keuken. We kwamen natuurlijk al uit een bestaande situatie waarin we heel veel dingen al goed waren. Daar hebben we ook geen aanpassingen in gedaan. De indeling van de keuken is belangrijk. Ik vertel dat we verschillende concepten hanteren in deze keuken. Efficiëntie is nogal belangrijk, zeker ook met de personeelstekorten die we hebben in de horeca. Dus we willen eigenlijk zo efficiënt mogelijk goed functionerende keuken. En dat hebben we eigenlijk totaal aangepakt in deze grote renovatie die we hebben laten plaatsvinden. Hebben we eigenlijk alle aspecten die we daarin bedacht hebben, hebben we ook uitgevoerd en dat werkt perfect. Nou, wat spannend was, dat was om de drie partijen die met elkaar moesten samenwerken. Dat was Beuk, ULC, onze elektricien, en Kuipers, EcoPartners, onze loodgieter, onze huisloodgieter. Die drie partijen moesten met elkaar samenwerken. En dat was primair onder begeleiding van Beuk, die de andere drie partijen aanstuurde. En eigenlijk aantoonde van waar wat moest komen. Waar nieuwe elektra-aansluitingen moesten komen. Waar gasleiding weggehaald moest worden. En waar bepaalde voorzieningen moesten komen. En dat is goed gegaan. De keukenplaatsing is eigenlijk perfect verlopen. Ik vertelde al dat we een oude gebouw zijn, midden in hartje Amsterdam. Je komt niet zomaar bij ons. Met grote vrachtwagens, grote apparatuur. En nogmaals, ik had ook al even de monteurs benoemd, maar ik kom er toch nog even op terug. Er zijn echt letterlijk mankrachten nodig geweest om die keuken hierin binnen te krijgen. Ik zal niet uitwijken, maar de mannen hebben spierballen gebruikt zonder enige commentaar of zonder enige opmerkingen. En dat is eigenlijk, ja, ik kan niet anders zeggen, als vlekkeloos verlopen. Met andere partners erbij, in zo'n groot project, mijn compliment.